Na het ontslag van hoofdtrainer Rob Maas moet SC Cambuur op zoek naar een nieuwe trainer. De club maakt al eerder bekend dat Sipke Hulshoff en Arne Slot tijdelijk de honneurs zullen waarnemen, maar de club heeft nu ook aangegeven geen haast te maken met het zoeken van een opvolger. Tot er een nieuwe hoofdtrainer is, blijven Hulshof en Slot dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de hoofdmacht van de Leeuwarders. We hebben vandaag uh, gemeente toch kenbaar te moeten maken, dat we uh, Subhulsel of aan de slot uh, wat langer uh, voor de groep houden. We hebben afgelopen weekend eigenlijk aangegeven voor de korte termijn. En uh, we hebben die, besloten die periode door te gaan trekken. Uh, met name om uh, ja, de club uh, en onszelf ook tijd en uh, rust te geven om te kijken naar een uh, definitieve oplossing. En die periode, hebben jullie een idee hoe lang die periode kan zijn? Nee, op dit moment niet. We hebben gezegd, we gaan op zoek naar een geschikte opvolger. Nou. Dat, dat, dat zegt het eigenlijk al. Als we die uh, kunnen vinden, dan, uh, dan is dat mooi. Maar we, uh, we koppelen daar geen uh, tijdsbestek aan. Dat, uh, dat is op dit moment minder belangrijk. We hebben vertrouwen in, uh, in Sipke Hulshof en Arne Slot. Uh, we, gaan, uh, we gaan op zoek. Maar nogmaals, dat is niet uh, aan tijd gebonden. Gaan Sipke Hulshof en Arne Slot het als een duo doen? Of zit er nog verschil tussen de twee? Uh, nou, ze hebben ook in overleg uh, gezamenlijk en ook met ons besloten om het samen op te pakken. Uh, dat betekent dat er een bepaalde taak en rolverdeling uh, zal zijn. Uh, nou, dat zullen we zien in de komende periode. Uh, Sipke heeft de papieren om hoofdtrainer te zijn, daar zijn we ook duidelijk in. Dus die zal ook met name uh, naar de media uh, de, de woordvoering doen namens de twee. Maar er komt nog wel op je, wat op je af als hoofdtrainer. Dus de beide heren zeggen, we hebben er een goed gevoel bij als we dat samen gaan doen. De club wil dus in alle rust nadenken over een opvolger. Het is dus niet ondenkbaar dat Hulshof en Slot het seizoen zullen afmaken als verantwoordelijk duo op de bank. Als wij geen geschikte opvolger voor op Maas kunnen vinden dan is dat een mogelijkheid. We hebben nu gezegd we gaan op zoek naar een, naar een geschikte opvolger. En als we die gevonden hebben is het, het mooi. Als we die niet kunnen vinden dan zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. Maar we gaan wel, wel om ons heen kijken. Zou u iets kunnen zeggen over die geschikte opvolger? Waar moet die aan voldoen? Nou, dat is een van de, de zaken waar we al gezegd hebben, we moeten wat tijd en ruimte hebben om, om dat daar naar op zoek te gaan. We hebben nog wat meer in te vullen in het technisch kader. Hè. Uh, Henry van der Vecht uh, is, uh, is vertrokken. Daar ligt natuurlijk ook nog een positiebraak. Uh, dus we hebben gezegd laten we die tijd nemen en die ruimte nemen om alle posities goed in te vullen. En vanuit daar ook uh, goede keuzes te gaan maken. Want dat is op dit moment natuurlijk wel een vereiste. Het leegstaande VND-pand in de binnenstad van Leeuwarden zal voor veel Leeuwarden een doren in het oog zijn. Modeketen Zara had al aangekondigd in het pand te gaan zitten, maar voor wie zich echt groen en geel ergert aan het kolos aan de Nieuwstad is er goed nieuws. Modeketen Zara gaat eerder open dan gedacht. Half november moeten de deuren van de keten opengaan. Zara gaat echter maar van de helft van het pand gebruik maken. Wat er in de andere helft moet komen is nog niet bekend. Een meevaller van anderhalf miljoen euro voor de gemeente Leeuwarden. De herinrichting van de Julianenlaan valt 1,5 miljoen euro goedkoper uit dan van tevoren was beraamd. Ook de werkzaamheden rond de Valeriestraat lijken goedkoper uit te gaan vallen. Daartegenover staat wel dat andere wegenprojecten met financiële tegenvallers te maken kunnen hebben, zo meldt het college dat het budget voor de herindeling van het Europaplein onder druk staat. De werkzaamheden aan de Westelijke Invalsweg lijken zelfs duurder te gaan uitvallen dan van tevoren was ingeschat. Het Fries Museum draait een goede periode. Doordat onder meer de Alma-Tadema-tentoonstelling, die momenteel te bezichtigen is in het museum, erg populair is, trekt het museum op sommige dagen wel 1800 bezoekers. Na slechts twee weken zit het museum dan ook al op een kwart van het aantal ingeschatte bezoekers voor de gehele duur van de Tadema-tentoonstelling. Nu het ook nog eens herfstvakantie is, sowieso een drukke periode voor het museum, heeft het museum besloten een uur eerder open te gaan. Dat betekent dat bezoekers al om 10 uur s ochtends in het museum terecht kunnen. Thank <laughs> you.